De vrouwen, de wijn en de sigaren. De zingende vuilnisman Kees Greuter is gisterochtend overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Greuter kreeg bekendheid door zijn optredens als zanger. Doordat hij daarnaast medewerker was bij afvalverwerkingsbedrijf Omrin, kreeg hij al snel de bijnaam de zingende vuilnisman. Kees Greuter is 64 jaar geworden. De Dragsterbrug heeft sinds deze week weer een brugwachter. En dat blijft ook zo, totdat de brug in 2016 wordt afgebroken. De brugbediening is dus terug en dat is goed nieuws voor de scheepvaart en automobilisten. De zaak dat je de boel goed voorzijnt, dat het wegverkeer weet dat er wat gaat gebeuren. Dus tijdig de oranje licht aan. Goed let op fietsers. En op een gegeven moment moeten die bomen naar beneden en het wegdek naar boven. Meer is het niet, maar ook niet minder. Dat moet iedere keer een beetje glad verlopen. En nu de brugwachter weer terug is, is er ook gelijk een nieuwe regel bijgekomen. Rondom de avondspits moet er nu minimaal een kwartier tussen brugopeningen zitten, zodat verkeer vlot kan doorrijden. Dat is fijn voor automobilisten, maar wat lastiger voor de brugwachter, want die moet nu meer inplannen. Beroepsvaart, dat zijn hele grote, logge schepen. Die kunnen niet zomaar op de rem gaan staan. Dat moet een beetje een vloeiende beweging. Dat is eigenlijk een beetje het lastige. Dus beide partijen een beetje tevreden houden. En in de zomer kun je ook clusteren. Dus dan kun je ook meerdere schepen een beetje opsparen, een beetje uitrekenen, een beetje uitkienen. En dat kan je een paar brugopeningen op een dag schelen. En dat kan Mart nog tot 2016 doen op de Dragsterbrug, want daarna gaat het aquaduct open en zal de brug worden afgebroken. Toch staat Mart positief tegenover de bouw van aquaducten. Ja, het is broodroof. Het is een verbetering voor het wegverkeer, het is een verbetering voor de vaart. En de brugwachter die blijft er wel, want die moeten toch de brug op afstand bedienen. Een hoop collega's van mij zijn 60-plussers, 65-plussers. Dus er is doorstroming en de brugwachter die blijft. De Nederlandse militairen die deelnemen aan de missie tegen IS keren volgende week weer terug. Dat heeft burgemeester Kroonen gisteren bekendgemaakt. In de afgelopen maanden deden 250 Nederlandse militairen mee aan de strijd tegen IS. En daarvan is het merendeel gestationeerd op vliegbasis Leeuwarden. Aan de strijd hebben ook 4 F-16's deelgenomen die meerdere doelen van IS hebben gebombardeerd. Ook die keren komende week weer terug. Wanneer precies wil vliegbasis Leeuwarden niet zeggen. De veelbesproken film The Interview gaat ook in Leeuwarden vertoond worden. Vanaf 29 januari kan het publiek de film gaan bekijken in bioscoop Tivoli. De film kwam eerder in opspraak nadat distributeur Sony besloot de film niet uit te brengen, omdat hackers hadden gedreigd met aanslagen. The Interview is een comedy die gaat over een aanslag op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.